Dames en heren, de denkende staat. De titel van de WR-lecture van dit jaar zou men inderdaad met Kees Schuit kunnen duiden als een al even misplaatste en eigenlijk ook onmogelijke reificatie van de staat. Een staat die denkt, kan dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk niet ondenkbaar? Nee, dat kan niet. Althans niet zo. Wie echter de staat als een verbeelding van een politieke gemeenschap beschouwt, zal merken dat er zich dan juist in onze tijd toch wel enkele interessante mogelijkheden voor het denken over het denken van de staat ontvouwen. En dat geldt zeker in een democratische gemeenschap, waarin de staat door de leden van die gemeenschap wordt gezien en erkend als een belangrijke manier, en dus inderdaad niet de enige manier, om het toekomstgericht vormgeven van lotsverbondenheid. Dat het daarmee verbonden praktische politieke en bestuurlijke doen door een degelijk denken wordt gevoed en voorbereid, lijkt mij een belangrijke verworvenheid van moderne en beschaafde samenlevingen. En dat is zelfs en dus ook zo in een democratische rechtsstaat, waarin de wetenschap weliswaar een belangrijke en onafhankelijke institutie is, maar wel een die weet dat haar waarheid niet altijd een meerderheid achter zich zal krijgen. Politieke democratie en wetenschap zou men kunnen beschouwen als twee concurrerende mechanismen voor leren en waarheidsvinding. Toch besloot de politiek, nu op de kof af 35 jaar geleden, op een democratische wijze tot de oprichting van een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. De raad kreeg zelfs een eigen wet, teken bij uitstek van democratische legitimatie. Maar in die wet wordt dan weer expliciet het belang van onafhankelijke wetenschappelijke kennis voor de vorming van het regeringsbeleid onderschreven. Het gegeven dat het daar een wezenlijk belang betreft, zou u wellicht willen onderschrijven. Maar daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag door wie en hoe dat belang in de toekomst het meest adequaat kan worden gediend. In een tijd waarin zowel de sfeer van het politieke als in de sfeer van het wetenschappelijke grote veranderingen zijn, is die vraag wel degelijk aan de orde. Ter inleiding op het gesprek dat zo dadelijk hier zal worden gevoerd met de keynote speakers van deze bijzondere WR-lecture en met een van de redacteuren van het jubileumboek, wil ik een paar van die veranderingen noemen. En zal ik ook, in dit verband onvermijdelijk, wat kort voor een meer uitvoerige tekst verwijs ik naar het hoofdstuk dat ik samen met de directeur van de WR, Anton Hemerijk, mocht schrijven in ons jubileumboek. Zal ik proberen te duiden wat van die veranderingen de betekenis zouden kunnen zijn voor roeping en positie van de WRR in de toekomst. En ik zal aan het einde van mijn betoog die opmerkingen plaatsen in de actuele context van de veranderingen van het adviesstelsel. Mondialisering, transnationalisering, digitalisering. Dat zijn van die woorden waar veel werkelijkheden achter zitten. Een van de veranderingen die zowel de onderwerpen als de werkwijze van de WRR in de kern raakt, is de internationalisering van collectief handelen of van collectieve uitdagingen. De opdracht van een democratische staat laat zich steeds minder gemakkelijk vangen binnen de fysieke grenzen van één nationale jurisdictie. Steeds meer zijn er ook mondiale en Europese publieke belangen. De oorzaak daarvan ligt eigenlijk voor de hand. De lotsverbondenheid waarover ik zojuist sprak is nu immers op tal van terreinen van het menselijk bestaan steeds meer evident en meer onvermijdelijk mondiaal van aard. En of het nu de fysieke aspecten zijn van het mondiale klimaatprobleem waarover Latour al sprak, of de culturele en financiële verwevenheden die door de in de Verenigde Staten van Amerika begonnen hypotheekcrisis zijn blootgelegd, een zich verdiepende en accelererende mondialisering is het al even onontkoombare als dynamische decor tegen de achtergrond waarvan wij vandaag het 35-jarig bestaan van onze raad vieren. We moeten overigens niet overdrijven en ons hoeden voor wat ik wel eens noem chronocentrisme. Ook in de tijd dat de WRR werd opgericht was er sprake van mondialisering, die bijvoorbeeld tot uiting kwam in het werk van de Club van Rome. Die club is overigens bijna in hetzelfde jaar als de WRR opgericht, althans kwam toen met een belangrijk rapport. En een van de eerste leden van de raad, professor Butcher, was zowel lid van de WRR als de Club van Rome. En vandaag hebben wij in ons midden professor Dror,
die morgen zal spreken op de conferentie die nog steeds actief lid is van de Club van Rome. Fijn dat u hier bent. De Club van Rome was in de onderwerpkeuze, maar ook in de manier van werken een voorloper van een ontwikkeling die we in de afgelopen 3 decennia belangrijker hebben zien worden. Ik doel dan op de internationale context van zowel productie, diffusie als gebruik van wetenschappelijke kennis. De Club van Rome was zijn tijd vooruit en liep daardoor ook tegen verrassingen op die ook de WRR wel parten heeft gespeeld als het ging om het voorspellen van de toekomst. Mensen en samenlevingen immers reageren op voorspellingen. De sociale en politieke werkelijkheid gedraagt zich echt anders dan die werkelijkheid van een meer moleculaire aard. Mijn leermeester Snelle, ik ben blij dat hij ook hier is vandaag, heeft het me geleerd. Toekomstdenken is altijd dubbel anticiperen. Op de ontwikkelingen en op de reacties op die ontwikkelingen. En dat maakt ons werk er niet gemakkelijker op. Bovendien is het karakter van de wetenschapsbeoefening zelf aan het veranderen. Internationalisering van wetenschapsbeoefening wordt de afgelopen decennia ook zelf aangejaagd door nieuwe technologieën. De Wikipedia-revolutie is eigenlijk nog maar net begonnen. Wetenschappelijke kennis is al lang niet meer alleen in kalfsleer gebonden, maar wordt in virtuele netwerken verspreid en ontwikkeld. De denktank die daarop niet is aangesloten, wordt afgesloten en dus uitgesloten. Toen de WR werd opgericht, was het trouwens een van de eerste overheidsorganisaties die computers tot zijn beschikking had. Dat was praktisch, maar ook symbolisch van belang. Computers waren ook toen al verbonden met wetenschappelijk optimisme en in computermodellen school vaak de impliciete veronderstelling dat één centrale actor aan de maatschappelijke knoppen kon draaien op grond van de uitkomsten van die modellen. Nadenken werd ook toen al vooral berekenen en narekenen. In veel landen, en ik verwijs hier graag naar de internationaal vergelijkende bijdrage van Annegreet Keizer in het al genoemde jubileumboek, in veel van die landen leidde dat optimisme dat wetenschappelijke kennis het antwoord zou kunnen geven op de stellig pessimistische diagnoses van de Club van Rome die aan de wereld werden gepresenteerd. Dat leidde tot oprichting van instituten in vele landen die min of meer vergelijkbaar waren met de WRR. Min of meer, want de WRR was in zijn onafhankelijkheid en zijn multidisciplinaire samenstelling omwille van interdisciplinair onderzoek eigenlijk tamelijk uniek. Het optimisme dat ermee verbonden was, wortelde vooral in de opkomst van de maatschappijwetenschappen, die ook toen in de ban waren van het inspirerende succes van hun collega's in de sfeer van de natuurwetenschappen. Ook de economie en de sociale wetenschappen gingen in navolging van de economie modellen bouwen. En van die maatschappijwetenschappen, van het complex aan wetenschappen, werd niets minder verwacht dan dat de samenleving de weg te wijzen, door de politiek de les te leren. De opdracht de democratie te ondersteunen door de waarheid te zoeken kreeg daarom nogal eens de vorm van een wat technocratisch aandoend paternalisme. De wetenschap gedroeg zich soms als arrogante leermeester. De politiek bleek trouwens al snel een weerbarstige leerling. Aan die tijd is een einde gekomen toen bleek dat de traditionele positivistische wetenschapsopvatting toch wel enkele bij nader inziens problematische veronderstellingen in zich droeg. Ik zeg het hier maar wat kort door de bocht met alle risico's die de WRR kent van dien, want de waarheid bestaat niet. Hij bleek althans niet te vinden. Althans, daarover ontstond voortdurend strijd en discussie die vaak ontaarde in een pluralisme van scholen en opvattingen die in rivaliteit en machtsspelletjes vaak niet onderdeed voor de politiek zelf. Later ontstonden ook twijfels aan het eerder nog als vanzelfsprekend aanvaardig geloof in het vermogen van nationale politici de samenleving naar hun hand te zetten. Vooral ook dankzij en met behulp van wetenschappelijke kennis. Anticyclische begrotingspolitiek en het berekenen van goede baan om de aarde. Het optimisme van beheersing en controle kreeg op de meest uiteenlopende beleidsterreinen vorm. Het verschafte ook de wetenschap een status van formaat en droeg bij aan de hoge verwachtingen van statelijk denkvermogen. Kennis voor de toekomst was het voorspellen van de toekomst. De WRR, dat moeten we zeggen, heeft aan het modernistische optimisme en die status ook eigenlijk zijn geboorteakte te danken. Een akte die is getekend in het besef dat de verhouding tussen wetenschap en politiek bepaald geen nulsomspel was. Hoe anders werd dat al enkele jaren later? Eigenlijk waren al in de jaren van voorbereiding en uiteindelijke oprichting van de WRR de eerste signalen te zien van twijfel bij zowel de mogelijkheden van het vermogen van een objectieve en neutrale wetenschap. Het is niet voor niets
dat er binnen de Raad tal van twijfels bestonden al heel snel bij de haalbaarheid van de eerste opdracht één toekomst voor de komende 25 jaar te schetsen. Schuit sprak zojuist terecht van het al in die tijd doordringende inzicht van een feitelijk heel sterke maatschappelijke inbedding en verbondenheid van wetenschappelijke kennisproductie en diffusie. De verhouding tussen normatieve en feitelijke oriëntatie bij de analyse van maatschappelijke problemen was, zo bleek al snel, veel complexer dan door sommige eenzijdig positivistisch ingestelde wetenschappers werd gedacht. En in die snel achterhaalde voorstelling was er vooral een onafhankelijke en afstandelijke positie van de een, de wetenschap, ten opzichte van de ander, het beleid. Op veilige afstand van elkaar in een heldere en gescheiden verhouding. Maar wel met een vaak impliciet gebleven competitie. Van wetenschappers die de politiek wilden sturen in de richting van de door hen blootgelegde waarheid. En van politici die de wetenschap wilden sturen, wilden instrumentaliseren voor hun eigen doelstellingen. In het functioneren van de WER werd eigenlijk al snel duidelijk dat dit niet echt een productieve manier van zien was. Al in die eerste toekomstverkenningen werd de ingewikkelde verhouding tussen normatieve en cognitieve dimensies van maatschappelijke problemen zichtbaar gemaakt. Duidelijk werd dat een in isolement beleden onafhankelijkheid meer een wetenschappelijke raad dan een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zou opleveren. Voor de WER werd duidelijk dat wetenschappelijke kennis geen doel op zichzelf is, maar een wezenlijk middel om te komen tot een meer geïnformeerd en meer gefundeerd debat over het beleid. De WER is geroepen tot het leggen van verbindingen met de wereld van het regeringsbeleid en kwam er daardoor al snel achter dat de werelden van denken en doen beide gediend zijn met een actieve en wederzijds gesteunde interactie. De WER, dat wordt bijvoorbeeld gezegd in de interviews die Jan Buvink en Paul den Hoed met oud-leden hebben gemaakt, en ook dat is een deel van de jubileumbundel, is daarom een typische bruggenbouwer die zich op beide oevers van een degelijk fundament moet voorzien. Nou is dat beeld van die brug wel mooi, maar het is me eigenlijk wat te statisch voor wat ik ook met een blik op de veranderende toekomst over de verbinding van de WER met de wereld van politiek en bestuur zou willen zeggen. Vandaar dat u voor de pauze twee dansers zag. En u zult ze ook in het boek veelvuldig aantreffen. U ziet als u naar dans kijkt subtiele en telkens op elkaar betrokken bewegingen. De verwarring die er ook soms is over wie er nou eigenlijk stuurt of gestuurd wordt. De voortdurend zichtbare wederzijdse afhankelijkheid en de schoonheid van de al even onvermijdelijk als verbonden bewegelijkheid. De voortdurende verbinding en verleiding. De dans is een mooie metafoor voor de verhouding tussen wetenschap en politiek. Het denken in verbindingen, het zien als de verhouding van wetenschappelijk onderzoek en politieke besluitvorming als een mooie dans, is ook een denken en een metafoor dat kansen biedt als we naar de toekomst kijken. Allereerst biedt het beeld van een dynamische dans, meer dan het beeld van een statische brug tussen twee vaste oevers, de mogelijkheid om rekening te houden met de zojuist kort geschetste processen van internationalisering, digitalisering en de veranderingen in de samenleving, wetenschap en politiek. Maar ook biedt het metafoor en het beeld van de dans de mogelijkheid om een aantal misverstanden over hoe een toekomstige kennisinfrastructuur ten behoeve van bestuur en politiek zou moeten worden ingericht, kritisch te bespreken. Laat ik daarmee besluiten. Zo is er het misverstand tegenwoordig dat de verhouding tussen dansers er één zou kunnen zijn van u vraagt, ik draai. Nou, zo simpel is het echt niet. Het is een misverstand dat al snel leidt tot de idee dat één van de partners in de dans een sturende rol zou moeten krijgen. En dat de ander slechts mechanisch moet volgen. Men noemt dat ook wel eens een vraaggestuurd adviesstelsel. Een ander misverstand is dat mooi dansen slechts slaagt als er sprake is van een strakke centrale choreografie. Natuurlijk vraagt ook een dans om een zekere coördinatie en een zekere afstemming. Maar lang niet alle pasjes kunnen vooraf precies worden voorzien en de kwaliteit van de dans en de schoonheid van de dans is ook gebaat bij een doorleefde ervaring en de ruimte om te oefenen met nieuwe ideeën. En er zal altijd noodzaak blijven voor spontane vormen van afstemming. Dansen in een democratie, dames en heren, vraagt voorts om ruimte van de erkenning en de ruimte voor een veelheid van dansers en van een variëteit aan choreografische tradities. Een veelheid van gezichtspunten en invalshoeken, een variëteit van bewegingen. In een democratie zal een veelheid van zowel ideologische als wetenschappelijke scholen altijd zichtbaar zijn
En moet er natuurlijk ook ruimte voor volksdansen blijven. Laat ik wat duidelijker zijn. Er wordt op dit moment fors nagedacht over een nieuwe vormgeving van het stelsel van adviesorganen. En als voorzitter van de WER kan ik er misschien enerzijds blij mee zijn, dat ben ik ook, dat de WER de dans lijkt te ontspringen. Om maar even bij die metafoor te blijven. En dat de WER er bij gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum dus eigenlijk wel zeker van kan zijn dat wij ook nog wel bestaan als wij ons 40-jarig jubileum willen vieren. Maar voor veel andere collega-adviesorganen is dat op dit moment, heb ik begrepen, behoorlijk onzeker. Terwijl die soms toch over een veel meer zichtbare en stabiele achterban beschikken dan de WER. Die hebben wij eigenlijk niet. De vraag is dus of de huidige plannen om fors te saneren in onafhankelijke strategische adviesorganen eigenlijk wel zo verstandig zijn. Laat ik er dit over zeggen in een wat constructieve manier om bij te dragen aan het denken over leren ten dienste van de democratie. Volgens mij zouden de ontwerpprincipes, noem het voor mijn part een choreografie, voor een goed functionerende kennisinfrastructuur, zich niet al te ver moeten verwijderen van de principes die nodig zijn voor een goed functionerende democratie. Ten tweede zouden die principes rekening moeten houden met de doorwerking van de eerder genoemde internationale technologische ontwikkeling. Hoe zou nou een kennisinfrastructuur voor een democratie van de toekomst eruit kunnen zien? Laat ik eens een paar aandachtspunten noemen tot slot, die wellicht in de discussie die zo dadelijk door Pauline Meurs wordt geleid, nog aandacht zouden kunnen krijgen. Het inzicht, er moet rekening gehouden worden met. Het inzicht dat de toepassing van wetenschappelijke kennis in politiek en beleid vragen om een open en actieve verbinding tussen denken en doen. Bruno Latour wees daar terecht op. In een democratie versterken die twee elkaar en veronderstellen ze elkaar. Ik wil er graag op wijzen dat de verhouding van een wetenschappelijk onderbouwd advies en politiek daarom eerder in termen van een complexe ecologie moet worden gezien dan in termen van een steriele hiërarchie. Het gegeven, daar moet rekening mee gehouden worden, dat die verbindingen worden gelegd in een steeds meer open, competitief en internationaal netwerk. Dat vraagt om adequate mechanismen om zowel variëteit als kwaliteit van inbreng als vernieuwing en doorstroming te garanderen. Niet alleen wordt autoriteit, maar vooral nodaliteit belangrijk in de toekomst. Bovendien zal er veel meer competitie zijn en zullen we zien dat er zich een veelheid van nieuwe knooppunten ontwikkelt in het denknetwerk dat de democratische instituties omspant. Er moet rekening gehouden worden met het inzicht dat we de toekomst van beleidsdenken meer in termen van die open denknetwerken dan in gesloten denktanks moeten zien. In dat verband is het inderdaad veelzeggend dat het eigenlijk helemaal niet zo interessant is dat de door Latour al genoemde Al Gore Nobelprijs, dat hij de Nobelprijs kreeg, maar dat samen met hem inderdaad het Intergovernmental Panel on Climate Change werd gelauwerd met de grootste wetenschappelijke eer. Het IPCC is een denknetwerk bij uitstek. Natuurlijk, en dat realiseer ik me, is dat niet een soort ongeclausuleerd compliment. Iedereen kent de gevaren die voortvloeien uit een betrekkelijk gesloten en daardoor al snel eenkennig of monodisciplinair netwerk. Eenkennigheid die ook kan voortvloeien uit de dominantie van één bepaalde discipline. Het belang van interdisciplinariteit voor de toekomst mag niet worden onderschat. Er moet rekening gehouden worden verder met het inzicht dat een zekere drukte onvermijdelijk en zelfs heel aantrekkelijk kan zijn. Maar dat er juist daarom ook onafhankelijke plaatsen en plekken moeten blijven die zich kenmerken door ruime mogelijkheden om in alle rust gedegen kennis te nemen van dito onderzoek en die ruimte geven om haastige en louter op het eigen belang toegespitste redeneringen te schiften van bijdragen die duidelijk uit zijn op het algemeen belang. Er moet rekening gehouden verder met het gegeven, met de gegevenheid dat het in de verhouding tussen politiek en wetenschap niet gaat om beleren, maar om samen leren. De minister-president sprak zojuist zeer terecht over het belang van een alliantie, met daarbij ieder een eigen rol. Dat betekent meteen dat de voorwaarden voor een optimaal adviesstelsel niet eenzijdig bij één van de betrokken partners kunnen worden gezocht. It takes two to tango, waarmee ik de dansers onrecht doe. Wetenschappers die kennis willen ontwikkelen en zich willen inzetten voor de publieke zaak zullen ook moeten leren die kennis zo te presenteren dat er ook kennis genomen van kan worden. Dat is niet altijd een dik rapport, maar vraagt om investeringen in een geheel ander repertoire van wetenschapscommunicatie. Een vak apart de laatste tijd. Van politici en bestuurders mag worden verwacht
dat zij wetenschappelijk onderbouwde adviezen serieus nemen en dat zij de eigen plaats en verantwoordelijkheid van wetenschappers in onze samenleving actief beschermen. Feitelijk komt mijn verhaal dus neer tot slot om een pleidooi om inderdaad ook na 35 jaar de democratie en de wetenschap niet los van elkaar te denken, maar te onderkennen dat de een de ander feitelijk en wezenlijk veronderstelt. En ook om te onderkennen dat het omgekeerde geldt. Wetenschap, leren en democratie horen bij elkaar en zijn eigenlijk niet los verkrijgbaar. Wetenschap kan niet zonder vrijheid. De democratie die zichzelf serieus neemt, onderkent dus het belang van een permanent proces van leren. Macht is in de definitie van de bekende Amerikaanse politicoloog Carl Deutsch het vermogen je te kunnen permitteren niet te hoeven leren. En democratie kan daar tegenover worden gezien als de plicht te willen leren. En de wetenschap kan aan dat leren dienstbaar zijn. Het belang van dat leren en van een systeem dat ook echt leren mogelijk maakt, kan nauwelijks worden onderschat. En ook niet in de nieuwe realiteiten waarin de WER na 35 jaar trouwendienst terechtgekomen is. In een beoordeling van dat systeem van de toekomst zullen we ons moeten hoeden voor valse vrienden van de politiek. Die het wezen van de democratische politiek ondermijnen. Technocraten en accountants noem ik ze wel eens. De technocraten zijn gevaarlijk omdat die wetenschap zonder democratie denken. En de accountants omdat die een gevaarlijk beperkte blik op kosten en vooral op baten van het denken hebben. In dat verband lijkt het me actueel en nuttig om af te sluiten met het citaat van een vrouw, Polly van Leer, die samen met haar man een belangrijk deel van het privévermogen investeerde in een wetenschappelijke denktank die net als de WER het belang van fundamenteel onderzoek wil inzetten voor de publieke dienst en de democratie. Polly van Leer. Zij zei, en het is in deze dagen van sanering en hervorming misschien goed om dat wat extra in de oren te knopen. Before we are really prepared to concentrate on our thinking, we must free ourselves from the mistaken idea that thinking about our thinking is a superfluous luxury. We must see clearly that our thinking is the unseen foundation upon which our society rests, and that how we think today will determine what the morrow will bring. Ik dank u voor uw aandacht.